Bij een eenzijdige aanrijding gisteren is de 42-jarige Mark van den Berg om het leven gekomen. Hij botste in de Cancantristraat tegen een stilstaand voertuig en overleed ter plaatse. Het slachtoffer kwam van de Van het Hoogruisstraat en sloeg af in de Cancantristraat. Omstanders hebben verklaard dat de man ter hoogte van de Calcuttastraat op de weg reed, waarna hij tegen het stilstaande voertuig botste. De politie heeft het onzielde lichaam in beslag genomen om na te gaan wat de precieze doodsoorzaak is.